We gaan het gewoon doen. Dan moet ik op mijn tandvlees. Ik ga het gewoon doen. Ja, echt. Ada Hielkema uit Hippolytushoef zwemt zaterdag mee met Olympisch zwemmer Maarten van der Weijden. Dat gebeurt tijdens de Elfsteden zwemtocht door Friesland. Nou, ik zag vorig jaar waren wij heel erg geraakt door wat Maarten deed. Omdat mijn man kanker heeft. En een paar maanden geleden zagen we Maarten op tv vertellen dat hij weer de tocht ging doen. En dat mensen in de gelegenheid werden gesteld om 2 kilometer mee te zwemmen. Als partner van iemand met kanker ben je heel machteloos. Kun je gewoon niks doen. Je zit erbij, je kijkt ernaar en je leidt een beetje mee. Maar je kunt gewoon helemaal niks. En toen dacht ik, weet je, hij zoekt mensen die mee willen doen, die geld inzamelen. Nou, dit is dan iets wat ik kan doen. Hoe doet ze het? Nou, super. Het is 4 weken, 5 weken terug kon ze eigenlijk nog geen borstkraal. En nu doet ze keurig in het zwembad al 80 banen. Dus er is een 2 kilometer heb ze al te pakken. Nou, ze zwemt omdat ze zich machteloos voelt, omdat jij ziek bent. Ja, dat is geweldig. Dat is, weet je, het is al een moordwijf. En het is gewoon echt keihard trainen en 3 keer in de week trainen in het water. En dit geeft gewoon een onwijze boost en een onwijze stimulans. Het doel was €1000 bij elkaar te brengen voor onderzoek, maar de donaties stromen binnen. Ik heb ervoor gekozen dat mijn geld gaat naar een onderzoek voor het versterken van de immunotherapie. Omdat mijn man al een paar keer immunotherapie heeft gehad en het uiteindelijk dan toch weer niet aansloeg. Nou, voor dat onderzoek is €456.000 nodig. Dus ja, dat vertel je aan mensen. En dan krijg je uit de meest rare hoeken krijg je donaties, berichtjes van mensen. En vanmorgen stond de teller op ruim €4.000. Dus ja, ik weet gewoon niet wat er gebeurt. Dan denk ik van, joh, weet je, alleen omdat ik ga zwemmen. Dat wordt wat zaterdag als je het water uitkomt. Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat het dan wel emotioneel is. Ja, dan is het volbracht, tenminste in zoverre. Ja, dan heb ik een klein steentje bij kunnen dragen. En dan, dat zal best wel emotioneel worden, schat ik in. Ja.